Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. Het is vandaag echt een prachtige dag. Holy moly, hoor dat geluid. Dat moet een dikke motor zijn. Zo, kijk dan. Hoppa, Myron. Wow, 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 wow. Doe het even rustig, hé. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja, jij? Ja, zeker. Zeker, zeker. Hé, hey, ben je zelf aan het filmen? Toppie, hè? Hé, hey, maatjes! Ja, dik hoor. Super dik. Dames en heren, hier voor ons zie je de Yamaha MT-07 met een MIV-uitlaat, MIVV. En dat maakt echt dik geluid. Niet normaal. Oké, okay, doe voorzichtig. Play. Doe voorzichtig. Ik rij achter Julia. Ja. Voorzichtig. Voorzichtig. Nice. Dus nou, ik ga lekker met de auto mee. Samen met Bassie. Wat? Kom eens. Goedemorgen. Goedemorgen. Oei, oei, oei. Zo, lekker hoor. Jij ook lekker slapen? Ja, heerlijk. Mooi zo. Wij gaan, dames en heren, dus met de auto. Ook al staat mijn motor gewoon in een garage. Vandaag is een hele, hele, hele toffe dag. Ik heb namelijk mijn motor verkocht. Yep. En het leuke daarvan is, en daarom ben ik ook niet heel erg verdrietig, want jullie weten hoe gek ik ben op mijn Yamaha MT-10. Want dat is gewoon de motor voor mij. Ik heb nog niet op zich op heel veel verschillende motoren gereden. Maar deze motor voel ik me zo ontzettend comfortabel en fijn bij, dat ik het echt gewoon mijn motor heb genoemd. Ik bedoel, uiteindelijk moet je ook zo'n gevoel hebben bij je motor. Want je moet gewoon kunnen rijden op de weg en vertrouwen hebben in de motor waarop je rijdt. Dus het mooie daarvan is dat ik mijn motor sowieso vaker terug ga zien. Sterker nog, het is iemand waar ik wel eens mee motor rijd. En die gaat dus mijn motor kopen. Dus dat is echt super tof. Ben ik ontzettend blij mee. En zelf ga ik vandaag dan de nieuwe motor ophalen. En dat is ook echt heel erg tof. En dat is ook de reden dus waarom ik met de auto ga. Want die vriend van mij die komt later de motor die hij van mij koopt ophalen bij mij. En dan nu gaan we gewoon mijn nieuwe motor ophalen. Dus we gaan richting Bodegraven. We gaan naar de plek waar ik wel vaker ben gespot. En een bezoekje heb gebracht om eventjes rond te snuffelen. Of om mijn motor te stallen. Of om wat dingetjes op mijn motor te zetten qua accessoires. En dat is bij Goedhart in Bodegraven. En daar gaan we even een bezoekje brengen. En daar gaan we dus de motor ophalen. Ik ben super hyped. Ik heb er ontzettend veel zin in. En het is gewoon de ideale dag ervoor. Het is echt serieus de ideale dag. Het is nog maar 10 uur in de ochtend. En het is nu al zo warm. Niet normaal. En laten we even wat mooie shots van Myron maken. Want ik vind het er zo sick uitzien. Het geluid ook hier, hè. Oh, heerlijk. Echt heerlijk. We gaan even over naar wat vette shots van Myron. Twee klappen erop gegeven. Dat is zo raar. Als ik mijn radio wil aanzetten, dan moet ik echt letterlijk dit doen. Dat ziet er een beetje raar uit. Hey! Zo raar! Alleen mijn radio gaat zo aan. Dit is echt heel uniek, heel uniek. Dat is gewoon hoe hij zijn radio aandoet. Dat is niet normaal. Ik heb vaker bij Bas in de auto gezeten en de eerste wat hij doet, bam, 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 op die radio. De eerste keer zei ik, wat doe je gast, ben je boos of zo? Nee, zo doe ik mijn radio aan. Oké. Ieder zo zijn. Zo, niet normaal hoeveel motoren hier altijd staan, hè. Ongelooflijk, ongelooflijk. Nou, we zijn er. Even het hoekje om. Wat. Normaal gesproken zie je wel plek, maar met het mooie weer. Iedereen wil even zijn motor ophalen. Een Ferrari. Wat? Zo. Die heeft hem ook echt als een Ferrari neergezet hoor.
Ik wil het niet zeggen, maar... Het is wel zo. Ja. Voordat we naar de Ferrari gaan, want het is wel een wat oudere Ferrari, geloof ik. Eerst even naar Myron. Hoe vond je het? Lekker. Ja? Ja. Want het is een tijd geleden. Vorig seizoen was voor het laatst, geloof ik. Nee, we hebben nog met Rutger gereden laatst. Oh ja. Oh ja. Niet helemaal de eerste keer van het seizoen. Nee, dat was een maandje geleden. Keer. Maar het is zo fijn om jou op die motor te zien. Het is echt heel erg nice. Echt ziet er echt super stoer uit. Echt absurd, dames en heren. Niet normaal. En mijn maatje is hier ook, hè? Ja, een andere MT. Geniaal. Maar die is wit, die kappen. Ja, die kappen die kan je allemaal in verschillende kleuren doen. Accessoires, noem alles maar op. En check deze Ferrari, dames en heren. Het is gewoon een iets oudere Ferrari. Maar wel echt super dik, hoor. Damn, heel erg nice. Ik vind alleen de velgen echt heel lelijk. Maar de auto zelf vind ik wel echt heel erg mooi. Ik vind die velgen echt niks. Een beetje standaard of zo. Maar wel verder echt een dikke wagen. Dikke waggie. Oeh, het blijft gewoon mooi, hè, dit. Blijft echt mooi. Hij is wel goed schoon, hoor. Ik kan hem zelf helemaal eens zien. Dat zonnetje, dames en heren, begint nu echt goed te branden. Dus we gaan de motor ophalen. We gaan naar binnen. En ik ben zo ontzettend hyped. Niet normaal. De kleurenstelling ook. Super gaaf. Let maar op. Dames en heren, daar staat hij dan. Oeh. Heel erg fijn, hoor. Oh. Hij is zo nice, dames en heren. Deze mes is zo beter met mijn motor ook. Ja, dat is wel zo, ja. Dat is wel zo. Dames en heren, in 3, in 2, in 1. Bam! Check dit eens even. Heel dik. Oeh. Echt heel dik. What a beast. Ongelooflijk, het is echt een beest. Wow, die velgen zijn zo bijzonder qua kleuren. En ik ben dus heel erg benieuwd, want die streep, als het goed is als je dan gaat rijden, dan wordt dat misschien wel rood. Zo'n rode streep. Ik ben Joost. Joost, als het goed? Ja, best bij jou. Ja, heel goed. Hij is echt heel dik. Ja, niet normaal. Hij ziet er nog sportiever uit. Nog stoerder gewoon. Lijkt wel alsof ook dit meer ruimte is, dat dit wat hoger zit en zo. Echt heel erg ziek. Ja, tof kleurtje ook. Zeker, mooie samenstelling. Oh ja, dat is echt heel anders inderdaad. Heel cool. Ja, hij is wel echt wat sportiever weer dan die vorige lijkt. Ik had aan Joost gevraagd van, heb je misschien via goed hart iets van een lijst of zo met accessoires al voor de MT voor de nieuwe? Ik zei, oh, dat heb je wel. Toen zei ik, oh, serieus? Dus ik ging kijken. Toen zag ik al dat je dus van die lichtjes had, van die ledlampjes. Dus net als hiervoor. Dus als je dan richtingaanwijzer aandoet, dat je dan van die streepjes krijgt. Ja, dat is echt veel vet. Strakker uitziet, zeg maar. Nog zieker. Ook al is dit echt al heel erg lijp. En voor de mensen die het zich afvragen, ik ben ook best wel van het lawaai maken qua uitlaat. Zo vind ik altijd wel echt super fijn. Net zoals die motor van Myron, die MT7, is echt een heerlijk geluid. Dit is gewoon een standaard uitlaat zoals die geleverd wordt. Gewoon zoals die, zeg maar, standaard wordt gemaakt. Dus voordat ik überhaupt hier kwam, had ik al een telefoontje gepleegd van, kan je misschien een uitlaat bouwen voor de nieuwe MT10? Want dat is dus wat ze nog niet hadden voor de nieuwste MT10 2022 model. Een super zieke uitlaat die ik dus op mijn andere oude MT10 heb. Dus dat wordt er nog ondergebouwd. Maar eerst gaan we genieten van deze motor, hoe die helemaal is, zo standaard. En hij is echt super dik. Dat is niet normaal. Heb je enig idee of dat een effect gaat geven tijdens rijden, Joost, dat rode? Krijg je dan zeg maar zo'n rode lijn om je wiel? Je ziet het wel, maar als je heel hard rijdt, zie je het niet meer. Ook als je wat langzamer rijdt, dan zie je opeens de rode lijnen komen, zeg maar. Dat is wel gaaf. Dat is echt zo, het is zo ziek. Want dit is ook wel vet trouwens, hè? Als je dit zo hier hebt. Ja. Ze hebben dit ook alweer echt veel mooier gemaakt, het dashboardje hiervoor. Dat is van de R1. De R1 heeft ook dat dashboard. Het ziet er echt super stoer uit. Ja, ik vind hem echt gewoon nog sportiever gewoon. Dat is echt lijp. Zit hij wel een beetje hetzelfde? Ja, hij zit gewoon lekker comfortabel. Gewoon nog steeds natuurlijk gewoon lekker groot zoals de MT10 ook is. Die andere die ik had. Nice. Dus ja. Ziet er goed uit. Fijn.
Echt heel erg fijn. Supermooi. Ik vind dat blauwe echt heel mooi in de velgen. Ja, ik vind het ook supermooie kleuren samenstelling. Wat ik ook al had gezien in die pagina van accessoires, is dat je kan, net zoals het kenteken hier zo, dat heb ik ook bij die andere gedaan, is dat hier heb je helemaal dat systeem erop zitten en alles. Mm-hmm. En dat kenteken kan je uiteindelijk gewoon veel strakker eronder krijgen. En dan ziet het er veel zieker uit. Dus, maar dat is alleen maar leuk. Daar kan je alleen maar weer, zeg maar, ja, een constant beetje mee bezig. Ja. Dingetjes aanpassen. Ja. En bijvoorbeeld die spiegels kan je misschien te hoog en te lomp vinden. Dus dan kan je die spiegels nog wat strakker erop zetten. Dus daar ga ik nog wel dingetjes hier en daar aan veranderen. Maar hij is nu ook echt al heel erg dik. Dus ik denk dat we even een testritje gaan maken. Leuk. Ja, dat let's wordt wel go. Dik. We hebben wel even de tijd voor. Ja. Zo, dames en heren, ik heb me even helemaal omgekleed. Is dus misschien niet het meest ideale pak voor de kleurencombinatie van de motor. Maar hey, dit pak blijft ook wel echt exclusief. Hè? Helemaal zelf gemaakt. Met Thijs, moet ik zeggen. Die heeft geholpen met het design, met de vlaggetjes van KP en de achterkant met de piece en alles. Dus daar ben ik nog steeds super blij mee. En misschien is het wel gewoon een dingetje dat je in eerste instantie denkt, het past niet bij de motor. Maar als je dan op de motor zit, dat je uiteindelijk denkt van, nou, het is eigenlijk toch nog wel echt een dik pak voor de motor. Gaan we achterkomen. Maar hij staat er helemaal klaar voor. Binnenkort dus een update over de nieuwe uitlaat en over alle nieuwe items en de spiegels en uiteindelijk de kentekenplaat wat er anders opkomt. Maar voor nu ga ik gewoon even lekker de motor rijden. Ik moet wel even een beetje rustig aandoen. We kunnen niet meteen gas opentrekken. Het is dus een splinternieuwe motor. Dus dat houdt in dat die even moet ingereden worden. Dus tot de 500 kilometer moet ik gewoon even rustig rijden. Mag ik niet over de 4.500 toeren. Dus dan moet ik even rustig rijden. Dan daarna, bij de 500 kilometer, is dus de bedoeling dat de nieuwe uitlaat eronder komt. En dan bij de 1000 kilometer moet ik even terugkomen voor een beurtje, want dan moet de inrijolie en zo ververs worden. Maar dat is allemaal voor later. Maar het belangrijkste is dat ik nu niet meteen vol gas ga rijden zoals Marion deed op de heenweg hierheen. Op de snelweg. Maar gewoon even rustig gaan. Maar misschien een beetje moeilijk om in te houden. Maar gaat goed komen. Is beter voor de motor. Dus gaan we doen. Gaan we lekker rijden, dames en heren. Kijk, nu rijken ze 363 km per uur, 4000 toeren. Dat is mooi, hè, dames en heren. M. John Deere. Wow, yo, wat een gek, joh. Wat een gek. Oh, de brug staat open. De brug staat open. Nou, gaan we even kijken. Kijk, gaan we even hiervoor staan. Huh, die man die staat daar serieus met zijn vishengel en een klomp eraan. En dan doen ze het geld in die klomp. Wow, wat geniaal. Zien jullie dat, dames en heren? Nee joh, hij doet hem nu met de hand zelf dicht. Wauw. Oh, hij moest een paar keer draaien en nu gaat hij automatisch. Maar wat, die boten die... Nou, dat vind ik wel echt leuk om te zien. Dat was echt geniaal. Hier, nu gaat hij weer een beetje zelf draaien. Is dit ook serieus? Nee, die brug is niet zo oud. Ja, er is hier denk ik al een brug. Zo lang. Maar niet deze brug. Eerst duw hem gewoon zelf omhoog. Geniaal dit. Tol, 50 cent. Is toch niet voor ons 50 cent? Wel geniaal hoor. Zo, het staat hier goed vast, hè. Ik ga gewoon lekker op het stoepie. Dat gaat niet helemaal goed. Hoppakee. Hoppa. Rechtdoor? Kijk, dit is wel het ideale aan de motor, dames en heren. Gewoon overal tussendoor, even een klein stukje op de stoep. En weer verder. Ah, ik moet zeggen, dames en heren, dit zijn wel van die lekkere weggetjes om de motor in te rijden, hoor. Ah, maar deze motor, dames en heren, hij rijdt zo super clean, hè. Hij rijdt echt zo clean. Niet normaal. Echt niet normaal. En de bochtjes merk ik wel dat ik nog even een beetje voorzichtig moet doen. Omdat die banden dus echt spiksplinternieuw zijn. Maar
Jeetje, Mira, dat schakelen gaat ook zo super smooth. Er zit ook een quickshifter op. Dus dat betekent dat je niet per se koppeling hoeft te gebruiken om een versnelling omhoog te gaan. En dat is wel eigenlijk ideaal, want als je dan meer gas gaat geven zoals nu, dan heb ik mijn hand niet op de koppeling. Doe ik een versnelling omhoog en dan gaat dat zo gemakkelijk. Oh, dit is ook echt vet hoor, dat gaas hier zo. Gruwelijk. Die kraaien, die zie je ook overal. Hè. Vooral bij tankstations. Dat stikt het. Moet je die vogel nog zien daarboven, die zeemeeuw. Zit er gewoon lekker te chillen op die lantaarnpaal. Ook heb je soms ook op van die lantaarnpalen van die spikes zitten. Zodat de vogels er niet opgaan. Dat heb je ook wel eens bij restaurants en zo. Omdat anders het hele terras onder wordt gescheten. Maar die kraaien, die zie je echt altijd overal. Oké, hier zie je ook weer een kraai vliegen. Dat zijn eigenlijk de minst leuke vogels, denk ik, kraaien. Ze zien er ook altijd een beetje duivels of een beetje gemeen uit of zo. Maar goed, even terugkomend op de motor. Wauw. Jeetje, wat rijdt die smooth. Er staat nu 23 kilometer op de teller hier. En dat dashboard is echt, echt heel erg mooi. Maar 23 kilometer precies, ik weet niet of je het kan zien. 23.1, 23.2. Ja, dat moet dus nog even op gaan tellen tot 500. Voordat we even een beetje wat actie kunnen krijgen. Ook al is dit lekker uitwaaien hoor, met dit weer. Ik heb het nog steeds warm, ook al ben ik aan het uitwaaien nu. En ik heb trouwens alles op standje laag staan. Dus de power en modus en alles wat je kan instellen staat gewoon op 1. Omdat, ja, ik ga hem gewoon even inrijden. Gewoon even rustig. En ja, het is een nieuwe motor. Dus moet gewoon even een beetje... Even een beetje wennen. Oh, het geluid van Meijer, hè. Zo fijn. Moet ik eigenlijk even een buffy omdoen, want ik kreeg nu een dikke vlieg tegen mijn keel. Oi, oi, oi. Oh, twee zwaantjes, zo lief. Ja, 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 ik heb hem gevonden, dames en heren. Kijk eens even. Het werkt bijna hetzelfde als de vorige MT10, maar cruise control is echt ideaal. Je mag je 80, ik heb hem gelokt op 80 en ja, je kan dan heel even zo je handen knijpen, even jezelf vrijmaken. Moet natuurlijk wel veilig blijven voor de rest om je heen, maar dit is wel ideaal. Dan ga je ook niet te hard rijden en ja, volgens mij moet je eigenlijk zo je stuur vasthouden, ook al heb je hem gewoon in cruise control staan. Want officieel mag je natuurlijk niet zo, ja, ta-da-ta-da, ook al werkt dat op zich prima. Maar dit is wel echt ideaal, dit is echt een topsysteem, werkt super. Goed, heel blij met die wederom weer cruise control op de motor. En we hebben dus lekker tussendoor wegen gepakt. En als je dan op de rem trapt, dan gaat die automatisch uit het systeem. Dus dat is echt ideaal. Wow, lagen gewoon houtblokjes op de weg. Een dikke Audi dit hoor. Oh, een hele mooie. Gewoon alles zwart. Die velgen, de kleur. Damn, echt mooi. Oeh, kijk eens wat we hier hebben. Dikke Porsche 911 cabriootje hoor. Oh, hey, alles goed? Wauw, 1-0 voor jou. 2-0 voor jou. Hey. Ah, maar je wint alleen maar met steen. Je doet alleen maar steen, man. Ja, die heeft zijn spiegels allebei aan de onderkant hè, van zijn motor. Vind ik eerlijk gezegd niet mooi. Dat heb ik wel bij mijn Yamaha scooter, maar ik weet niet. Ziet er een beetje gek uit.
Nou, wel een dikke motor hoor. Oh, echt een dikke motor. Keurig, heel vet. Hij heeft hem ook gecustomized, helemaal met rood. Dat is ook niet origineel, maar wel echt vet. Zo, dames en heren, daar zijn we dan. Hopsakee. Bam. Lekker hoor. Oeh. Very good, very nice. Very good, very nice. Ze waren weer bezig, dames en heren, bij de nieuwe woning. Hoppa. Zo, dames en heren, we zijn eventjes naar Milan toegereden. Heerlijk hier in de tuin, met het zonnetje nog steeds. En het is zo mooi, want als ik hier bij Milan in de tuin sta en ik kijk naar de woning van Maya Myron, wat zie ik dan? Dan zie ik ze daar bezig, op het dak. Kijk, er worden planken omhoog getild en die worden daar allemaal getimmerd. En er zijn echt aardig wat mannen aan het werk op dit moment. En de radio staat natuurlijk lekker aan, dus ik dacht, ik ga er nu wel niet heen. Misschien zal ik ze wel lastig vallen. Dus ik denk, ik laat ze lekker hun ding doen en dan gaan we eind van de dag gaan we even daarheen en dan gaan we kijken wat er weer veranderd is. Dus dat is wel echt top om te zien dat ze daar zo bezig zijn met zoveel man. Dat betekent wel dat er echt goede vaart in zit. En toen dacht ik, ga even bij Milan langs. Ga even, ook al weet ik dat Milan er eigenlijk niks mee heeft, toch vind ik het leuk om dan even de nieuwe motor te laten zien aan Milan. Dus ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Hij is nu nog eventjes aan het bellen. Maar normaal gesproken ga ik dan even een balletje trappen. Maar je kan je voorstellen, als ik zo dit pak aan heb, dan is het meest oncomfortabele pak wat je kan hebben om te gaan voetballen. Omdat het een one piece is. Omdat het gewoon één geheel pak is. Maar ja, ik vind het een onesie. Ik heb een onesie aan als motorpak. Ik vind het wel heel erg zonde trouwens. Ik zat er nog over na te denken. En ik kan me voorstellen dat misschien al een paar mensen dat hebben gereageerd. Maar ik zou het eigenlijk wel heel zonde vinden om dit pak niet meer aan te kunnen doen. Omdat mijn motor een andere kleurencombinatie heeft. Dus die velgen die je ziet, die de MT10 heeft. Misschien is het wel een idee om die velgen te gaan spuiten in dezelfde kleur blauw als mijn motorpak. Of om misschien de velg gewoon helemaal zwart te spuiten. Zodat dit pak er alsnog wel heel dik uitziet. En dit pak is gewoon echt nog super nieuw. Dus ik vind het echt super zonde om dat te gaan veranderen. Dus ja, daar ga ik even over nadenken. Misschien hebben jullie daar ideeën over. Dan zou ik zeggen, laat het even weten in de reacties. Ja, dit is het eerste wat we gewoon in de tuin gaan neerzetten, ja? Dit is echt serieus een gouden ding dit. Want ook eigenlijk altijd als ik bij Milan kom, dan ga ik hier ook even in liggen. Echt lekker. Ja, je ploft er ook gewoon zo lekker in. Heel lang schommel je gewoon nog heen en weer heel zachtjes. Heel klein beetje. Dus dat is echt ideaal. En een klein parasolletje. Ja, dat is wel lekker hoor. Toppie. Echt chill dat je dat hier doet, man. Echt fijn. Wat? Poepen. Ah, ja, het moest even gebeuren, bro. Ja, maakt niet uit. Het is wel heel moeilijk met zo'n pak, hoor. Ja, dat geloof ik. Weet je wat ik doe? Had je maar. Jullie zijn grappig, man. Oh. Nee, weet je wat ik doe? Ik doe eerst poepen. En dan maak ik helemaal schoon. Ik vroeg niet om... Niemand vroeg hem. Nee, weet je hoe ik dat doe? En toen zei ik niks en toen begon Jan. Ja, maar ik vind het zelf wel interessant om te vertellen. Ik niet. Dus ik doe dat. Okay. Dan daarna maak ik het helemaal schoon. Oké, okay, en dan ga ik staan en dan pas plassen. Dus ik doe die twee. Doe je dat echt? Ja, want ik kan met dat pak niet tegelijk. Oh. Oké, ja, dat is kut. Nee, maar dat zie je toch wel interessant om te weten. Ja, toch wel heel grappig. Dus als je nu iemand ziet met een motorpak, dan weet je van, zo doen ze dat. Is toch geinig? Ja, heel geinig. Hé, hey, Tol, als je nu naar buiten gaat, zie je meteen al de kleurencombinatie in de nieuwe motor. Ik zag het toevallig al door het raam. Oh, stiekmert. Ja, sorry. Hij wil iets slijpen. Wat is het? Cyaan? Ja, die kleur. Cyaanblauw. Ja, ik weet niet precies hoe je die kleur noemt, maar... Oh, dan had je altijd bij de wie, hè, voor die kleur kiezen, cyaan. Is dat zo? Ja. Bij de wie kon je altijd cyaan kleur kiezen? Ja. Deze is weer nieuw. Heb je weer, hoe werkt dit allemaal? Ja, die andere die ik had, was een paar jaar een editie van een... Wat doe je nou? Spinnenweb. Maar ik ben ook gewoon heel erg into TikTok.
is een nieuwe trend dat. Nee, dit is het nieuwste model. Mooi. Ja, er komt dus een ander zadel op nog. Wel? Ja, want jij zit zo helemaal aan het zadel. Ja, dat is mooi. Er schijnt nog een optie te zijn met een nog comfortabel zadel met een soort van suède stof of zo. Oh, ja. Ik vind dit al mooi. Dus er worden nog een paar dingen aan aangepast en ook een nieuwe uitlaat. Ja. Niet zo'n uitlaat als dat je hoort verderop. Nee. Een ander soort uitlaat. Ja, hij is heel stoer. MT10, dat is de nieuwste. Ja, MT10 had ik al, maar dan van een paar jaar geleden. En dit is dan de nieuwste editie. Zo'n geluid eronder? Ja, iets harder denk ik. Okay. Ja, heel dope bro. Maar ja, het is gewoon weer een motor, hè? Ja. Ja. Ik wist dat je dat ging zeggen. Ik denk nou, kijk, met auto's, dan zie je verschil in vorm en maat. Ja, maar jij ziet het niet omdat je niet naast elkaar ziet, maar... Klopt, dat is het denk ik. Ja, ja want dat ik ziet er gewoon... Als je in de thumbnail twee naast elkaar doet, ga je dat doen? Ga ik doen, ja. Ja? Voor jou, ja. Mijn rechten zijn nu verleend. Ja, dus dan zie ik het wel, maar anders zie ik het. Waar denk je aan als je zijn kentekens ziet? Ja, nou dat was, je had toch altijd MK? Ja. Ja. Milan Koops, Milan Knol. Ja. Maar nu Mr. Knol. Oh. Zie ik nu. Wow, dan ben je echt lullig hè? Ja. Heb je dat door? Marjamin die zei via die intercom van de helm, Mister... die zei van, ah Enzo, echt grappig, je hebt nu als kenteken Mr. Klootzak. Ja. En Milan die denkt gewoon naar Mr. Knol. En jij denkt aan Mr. Klootzak. Ja, je zet er gewoon een NO tussen met zijn stift. Ja, dat is wel hard, ja. Dat ga ik doen, ja. Nee, dan krijg je een boete. Nee, dat kan wel, bro. Okay. Even tussen de vingers door. Mr. Knol. Ja, leuk, hè, Mr. Knol. Ja, dat is wel geinig, hè. Maar goed, wordt nog een ander aangepast, maar dit is hem. Ik vind de kleur heel tof van het wiel. En dit. Zeg maar, dat was een combinatie. Die kleuren. Dit had ook dan de kleur van moeten. Toch? Oh. Ja, sorry man. Is niet zo. Nee, ja, nou, ik zag niet eens dat het nieuw was. Dus. Nou, weet je wat wel echt bizar is? Kijk, let op. Ik doe de sleutel erin. Draai ik hem even om. Ik vind dit trouwens wel vet, dat je dat potje hier zo duidelijk zo ziet. En dan draai ik hem even om. Dat is een potje dan voor... Dat is een potje vet. Zonnebrandcrème. Ja, tijdens het rijden. Dat is wel handig hoor. Oké, okay, let op, ja? Doe ik hem aan? Oh, jij mag er wel doen als je deze drukt. Zin in. Ren. Dus dit is het geluid van de motor. Nou, subtiel. Ja, en dan geef ik een beetje gas. Oké, en nu? Nu doet de motor van mij bij mij eens aan. Die maakt veel meer lawaai. Dus dan druk je weer op die onderste hier. Heb jij een knopje hier toevallig? Oh. Oh, dit is veel vet. En dan de lange... Oh. Ja, dat vind je wel dik, hè? Ja, dat vind ik heel dik. Motorgeluid veel dikker dan autogeluid, hoor. Hij is zo donker, hè? Zo, maar dan zit je op de verkeerde. Want zij heeft de ademsappel in de motor. Ziek, hè? Jij niet. Maar dat is dus het verschil met een standaard uitlaat of een andere uitlaat. Dit is echt bruut, hoor. Ik ben benieuwd of je dat op camera ook een beetje hoort. Of... Ja, in het echt is het heel anders dan je eigenlijk nog. Ja, dan moet je met zo echt zo'n geluidsding, met zo'n grote deel ernaast. Oh, dik man. Dus het komt erop neer. Ik vind het geluid, maar ik vind die wel mooier. Ja, omdat die wat groter is en zo. Dat is de baby van die. Oh, sorry. Maar die baby maakt veel lawaai. Ja, dit is de MT7 en dan heb je de 9 en dan de 10. Dus dit is de 7, dat is de 10. Oh ja, inderdaad. Dat is een beetje hetzelfde. Ja, Marjamin heeft die strepen hier. En ik heb dan gewoon die strepen daar. Ja, heel cool man. Wij gaan er vandoor. Dankjewel voor de mooie woorden. Dankjewel. Voor je interesse. Thanks voor de poeplucht in mijn huis nu. Geen probleem bro. Met alle liefde. Rustig gaan. Ik ga, weet ik niet, zwemmen of zo. Is goed man. Hey. Rustig gaan bro. Rustig gaan. Geniet van je pensioen. Met zijn slippers. Even de post halen. En hij gaat weer naar binnen. Oh, wacht, de post. Kijk. Buurman even post halen. Ik zit niks in. Buurman thuis, want ik heb nog een pakketje daar. Nou, rust gaan, hè bro. Hey, joh, later. We zijn weer thuis. Meer updates volgen nog over de motor. Laat weten in de reacties wat je ervan vindt. Ik ben er echt super hyped over. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Dus ik vind het een super dikke upgrade van de MT10 van een paar jaar geleden tot de nieuwste. Echt super, super gaaf. Heel erg blij mee. Myron die heeft even een lekkere mix gemaakt. Namelijk een lekkere verfmix. Dit gaat ze even in mijn haar smeren. Ik denk dat het wel lekker is nu met die warmte. Dat koude aan je hoofd. Ik denk het ook wel, ja. Maar het is niet heel koud, want het is niet iets uit de koelkast. Nee, maar zo voelt het wel altijd op je hoofd. Ja, beter. En wel even ergens zitten? Ja, doe hier maar gewoon. Eerst even hoog. Want ik ga die punten, die zijn nog blond. Ja. Die ga ik eerst niet meenemen. Dus laten we eerst de rest even intrekken. En dan als de rest ongeveer 20 minuten in zit, dan doe ik die punten er nog even bij. Want als ik die ook nu meteen blond maak, dan wordt misschien... Ja, de bedoeling is om mijn hele hoofd weer grijs te maken. Ja, en als ik die nu verf en ik laat 3 kwartier intrekken, ik denk dat het al helemaal dood is.
Ja, dus ik ben benieuwd hoe het uiteindelijk gaat worden. Dit is wat ik nu heb en ja, dan ga je het straks wel zien. Ga je ook nog weer opskeertje doen, denk je? Opskeertje? Hoe bedoel je? Niet meer zo strak opskeertje als toen. Nee, die vorige keer was echt veel te kort. Ja? Veel te strak, ja. Oh ja, dit is lekker koud hoor. Ja? Oeh! Maar jouw haar is ook best wel donker van zichzelf, hè? Ja, het is echt super donker. Ik heb echt gewoon al een paar jaar eigenlijk niet in de vlog mijn echte haarkleur laten zien. Ja, dat zie je nu natuurlijk wel. Al dat donkere wat je ziet, dat is mijn eigen haarkleur. Maar ik heb al jarenlang niet meer gewoon mijn hele haar in mijn eigen haarkleur gehad. Nee. Laat ik het zo zeggen. Dus, dat merk ik niet. Wil je dat nu nog? Kan snel, hè? Nee. Ik vind mijn eigen haarkleur niet meer mooi nu ik het gewoon altijd zo blond en zo grijs heb. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ik weet niet, ik vind dat gewoon veel cooler. Ik vind dat veel fijner. Ik vind dat mooier eruit zien. En ik vind het niet erg om een klein beetje mijn eigen haarkleur te hebben en dan voor de rest blond of zeg maar grijs. Dat is wel mooi als het een beetje uitgroeit is. Ja, dat is wel nice. Alleen nu vind ik echt dat ik te veel van mijn eigen haarkleur heb. Dus dan ja, vind ik het gewoon fijn dat Marion even zo haar magische kwakje erin kan smeren. En dat ik dan uiteindelijk gewoon weer helemaal fresh ben. Ik hoop het. En dan want hoe lang moet ik straks wachten, zei je? Ja, het was ongeveer 3 kwartier moet het in trekken. Oh, dan kan ik de tussentijd kan ik wel even scheren. Zeker weten. Wow, dat is ideaal. Goede planning. Oh, fijn dit. Vooral die bakkenbaard, hè? Mm-hmm. Oh, ik doe het later wel scheren, want mijn bakkenbaard scher ik daar ook altijd een beetje. Oh ja, ik doe al tot hier, denk ik ongeveer. Nou, dat is een mooi streepje zo. Ja? Ja. Dat moet ik meenemen. Doe ik straks nog even goed inmasseren met de handjes, hè? Oh, lekker hoor. Lekker. Zodat ik zeker weet dat alles heb gehad. Zeer prettig. Dames en heren, niet schrikken, oké? Okay? Alsjeblieft, niet schrikken, oké? Okay? Moet nog wel even hoor. Ik doe even een klein beetje. Hey, Henzo! Boy, yo! Ja, dat is echt ziek geel. Ja. Lijp. En mijn hoofd uit brandt een beetje. Maar hier hoef ik helemaal niks meer te doen, want dit is echt wit. Ja, alleen, dat is wel echt nice. Ja. Maar kijk eens, kijk eens in de badkamer, want dat is beter licht. Want ja, hier, dit is sowieso geel licht. Zie je dat? Die zijkanten hoeven eigenlijk niet meer. Alleen echt net die aanzetten een klein beetje. Ja, het lijkt gewoon op een soort van kaas. Ja, maar besef hoe wit die punten ook zijn. Terwijl ja, ik die echt maar 10 minuutjes heb meegenomen. Ja, die zijn mooi. Ja, dus ik doe denk ik nog, toch nog heel even als je het niet erg vindt. Nee, dat is prima. Dat staat en dan daarna moet nog die spoeling. Maar ja, en mijn scheer, want dat ziet er nu ook raar uit. Ja, klopt. En ik heb hebben we nog wattenstaafjes? Nee, die moet ik even halen, sorry. Oh, ook niet meer ergens in de toilet nee. Was? Nee? Nee. Echt geen, jawel. Eentje? Twee. Oh, daar heb ik mijn make-up mee schoongemaakt. Oh, die zijn al gebruikt. Oké, ik maak even een nieuw mengseltje voor jou, ja? Ja, is goed. Oh, ik heb zoveel jeuk in mijn oor. Oh, dit is ook... Nee, ik ga straks wel halen. Doe maar met de handdoek. Even met het puntje van de handdoek. Of gewoon met... Een tampon, wil je? Ja, met een tampon zo. Nou, doe je ding. Kan dat? Ja. Laat me zien hoe je dat openmaakt. Oh, jij weet het. Maar deze is wel anders. Normaal heb ik eentje die je zo moet klikken. Ik voel aan een lipje, dus ik denk ik ga gewoon trekken eraan. Maar wordt nu al groter. Mooi joh, lukt dat gewoon. Groot oor. Oké, ik ga een nieuwe maken, ja, voor jou. Ik zet de camera wel even hier neer. Heel bijzonder dit wel. Zo, heel raar als je praat, als één door oor dicht is eigenlijk. Dit wordt echt ziek groot altijd, hè, zo'n tampon. Dat is echt bijzonder. Hoe kan het zoveel opnemen? Ja, zal ik eens even laten zien? Kijk, let op. Wow, zo snel ook. Moet je kijken hoe groot die nu is. Nou, nu past die echt niet meer in mijn oor, hoor. Het is echt bizar hoe snel het gaat. Oh, ik dacht dat hij zou gaan plakken. Dat geluid is wel grappig. Hé, hey, Marvin. Wat ben je aan het doen? Ja, met die tampon. Oh, ik dacht hij blijft plakken. Hij blijft niet plakken. Ja, genoeg gespeeld. Ik gooi hem weg. Oh, hij gaat niet meer dicht. Zo, oké. Okay, Marvin is weer even een nieuw poedertje aan het maken. Klein beetje. Nieuwe mix. En dan gaan we dit maar eens even fixen. Gekke kazenkapsel voor mij. Oh, hier de kapper belt. Oh, Frank belt. Oh.
Dan gaan we eens eventjes lekker naar buiten. En we pakken deze keer de motor niet, maar de scooter. En ik ga straks laten zien hoe het eruit ziet. Het is echt serieus super episch weer. Het is niet normaal hoe goed jij dat kan. Ja, alleen deze kleur heb ik ooit gedaan. Ja, daar ben je echt goed in. Ik zie hier nu wel een stukje. Ja, maar dat moet nog een beetje bijscheren. Ja. Ja. Moet zijkant de bakkenbaard zeg maar nog een beetje bijscheren. Maar echt super netjes gedaan. Dus daar ben ik heel, heel erg blij mee. Nice. Ik ga straks laten zien. We moeten even snel eten ophalen wat we hebben besteld. Snel. En dan rijden we door naar Milan. Want Milan die was alleen thuis. Dachten we, gaan we even gezellig met Milan avond eten. En dan gewoon gezellig met z'n drieën. Kunnen wij nog even naar de nieuwe woning. En het is lekker weer. Dus kunnen we nog even rondjes op de scooter maken in plaats van op de motor. Ja, precies. Lekker. Dus helemaal top planning weer. Hoor je het al zo snel? Echt? Ja. Oh, wat hè? Zo... En toen was het echt zo van... Let on chat, ik full screen. Serieus? Ja. Alles goed, bro? Ja. Heb je lekker gegeten? Ja, best wel lekker, ja. Ja, ik heb nog wel wat over, dus als je nog wat wil. Nee, dankjewel. Ik heb ook heerlijk gegeten. Ja. Hetzelfde. Echt? Ja, we hebben het opgehaald voor jou. Oh ja. Oké. Okay. God. Ik haat het als dit gebeurt. Elisabeth doet dat ook altijd. Ik heb altijd met dit. Dit moet omhoog. Oh, dat had je door. Ik hoor alles. Oh. Ik heb ijsje gegeten net. Oh, wat goed. Maar er staat de pinda's in. En je weet wat er gebeurt met pinda. Nee? Het gaat vastzitten. Pindakaas gegeten. Ik heb geen idee. Oh, van de pindakaas gegeten. Oh, ja. Maar je hebt het nog helemaal niet gezien. Nee. Nee. Wat niet? Nee, dat heb ik helemaal niet gezien. Ik heb niks gezien. Maar ik hou van opbouw. Oh, dat is fijn. Ja, daar speel ik ook heel vaak met Lego. Oh, okay. Ja. Bouwen. Knex eigenlijk wij. Mm. We zijn Knexboys. Knexboys. Zullen we een keer iets met Knex doen? Nee. Een Mie cadeau. Even voor mijn cadeau. Voor Mie cadeau. Nee, Knex is leuk inderdaad, bro. We kunnen wel een keer weer doen. Oké, maar ik heb wat. Oké. Klaar voor? Ja. Ja, dat wist ik. Dat wist ik dat je dat zou doen. Gaaf, hè? Wat cool. Oh, hier is gewoon een stuk uit. Ja, je bent kaal. Nee. Ja, je ziet hier gewoon een stuk uit. Net zoals ik heb. Ik heb het hier ook. Nee, serieus. Oh. Ja, de duim van Maya. Nou. Nee, dat is... Omdat... Dit is hier een stuk uit. Ja, hij heeft zo zijn haar laten drogen. Maar het zit allemaal gewoon zo. Wit. Oh ja, nou is het... Dat komt omdat ik toen het nat was deze update. Ja, wat vind je moet het laten drogen. Ik vind het dope, bro. Ik vind het heel vet. Ja. Dankjewel, ik vind het heel vet. Er zitten nog wel wat gele plukken hier. Klopt. Maar dat moet er wel uit, denk ik. Nice, toch? Gewoon helemaal grijs. Ja, is dope. Het is heel dope. Dankjewel. Staat je goed. En ook als je die... die knak. Ja, oh, jij die niet. We kunnen niet zo van... Nee, dat... En dan... Taja! Dit is wel onrecht hard. Die kunnen we wel doen. Ja, die is wel hard. Ja, dat is cool. Ook als ik die zie, hè? Ja, dat is bij opa en oma. Hé, opa en oma. En als, als we die oma gaan leren. Ja, die gaat ze niet kunnen. Dat zal hard zijn. Maar ik vind je haar leuk en het staat ook goed bij de kleur. Want je hebt een beetje een kleurtje. Dus ik heb nu een beetje een kleur. Komt omdat ik bij jou in de tuin af en toe ga zwemmen. Nou, ja, wij hebben buiten de camera. Zo, ja, af exposed. Ja. Laat maar. Is wel zo. Vervelend. Jij zei... als de deur via daar boven naar beneden. Pinta. Rekensom 8, yeah. 3. Som pampai. Want waar is toch mijn caravan? Dat nummer stuurde hij zo. Oh ja, van alle Ik zei tegen Milan, ik heb echt knijters goede nummers, bro. Ik ga je sturen. Ja, stuur maar voor straks voor de terugweg. Ja, leuk. Eerste nummer waar ik stuurde, zo'n volkszanger. Waar is toch mijn caravan? Ik had de muziek al harder gezet, omdat ik dacht, nu ga je geen muziek sturen. Dus ik zat met Elisabeth in de auto en ineens... Oh mijn god. Is dit nou weer? Nou ja. Maar is goed, wij gaan er vandoor, bro. Ja. Haja! Doei! Succes nog. Zullen we dat in een keer in de bibliotheek doen? Oh ja, leuk. Is goed. Dat kan je in de bieb tegenkomen. Ja, heb jij nog een abonnement daarop dan? Sukkel. Wat, is gewoon gratis? Abonnementen heb je toch nodig voor bieb of niet? Nee, wel voor het huren van boeken, maar je mag gewoon naar een bieb. Nee, dan moet je toch abonnementen Nee. Goed. Dus hij is geen sukkel. Bieb is trouwens een interessante plek. Wat dan? Dat is niet lullig bedoeld voor mij. Bieb is leuk. Knowledge is power, hè? Precies. Kennis is macht. Bibliotheek ligt veel kennis. Klopt. Dus dat is een heilige plek.
Maar wat vinden de kijkers van haar? Ik ben wel benieuwd. Als ze ik heb geen idee, maar ik vind het echt super vet. Ik vind het echt nice. Er zitten nog wel een paar gele stukjes, maar weet je, zilver shampootje erin en komt goed, hè? Ja, joh, een beetje wassen komt helemaal goed. Precies. Ik vind het vet, ik ben er blij mee. Mooi zo. Dankjewel. Geen probleem. Hey, je bent geen sukkel hoor. We zouden elkaar sukkel niet meer zien. Nu is het awkward, want nu weten ze dat ik heb de stream afgesloten. Zullen wij even een nieuwe woning? Leuk. Even een update weer geven? Leuk. Oh, zin in. Dat is goed. Ga je mee? Wil je rustig gaan? Even een leuk. Wat flip ik je hoofd? Oh, anders stond hij wel, denk ik. Ja? Ja, dat denk ik echt dan. Oh, ik moet één slokje nemen. Dat ga je niet op mijn hoofd doen. Precies hier. Okay. Oh, ja. Oh! Oh, echt bijna! Oh, hij loopt weg. Ja, maar dat flesje gaat ook straks open. Ja, nee, maar kijk hoe goed hij duikt. Zie je? Ja, dat is wel echt. Het kan wel gewoon, hij moet even staan. Nee, dat kan niet op zijn hoofd. Ik zie je, wow, dat is echt knap, hè. Ik heb zo. Oh, boom! Ja, wow, sick, boeit, dat hoort het toch niet. Wel. Yo. Ja, boeit. Oh. Ah, bro, je hebt ook te veel. Oh, bro. Oh, bro, ik wil dit niet. Nee, maar... Oh, loop je achterna! Ik wil helemaal zenuwachtig. Stop. Schat, klaar. Schatje. Een nieuw koffiezetapparaat, mooi hè? Huh? Echt? Ja. Ja, ik heb echt een keer. Nice. Ik weet niet wat het is. Def. Oh, stop daarmee. Ja, maar hij doet het wel gewoon. Oh. Houten huis, houten muren, alles. Oh. Nee, jammer. Kom, we gaan naar de woning. Ja, we gaan. Wordt nu te gek. Oké, okay, ja. Later. Het was gezellig, we gaan het eten. Doei. Geen probleem. Doei, bro. Stel voor ik zeg tegen jou 4 plus 5 is 10, dan zeg jij... Nee, gun. Ik bedacht hem pas toen ik zei nee. Wow, die is zo goed. Wow. Wat wil jij horen? Weet je wat ik wil horen? Ja, de camera stond uit en we liepen naar de nieuwe woning toe vanaf Milan. Dikke motoren. En toen liepen we hier naartoe en toen zei Myron de hele tijd nee, 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 nee. Of zei jij ja, 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 ja. Jij zei nee, nee, nee. Myron zei nee, 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 nee. Het raam is nog open, zei ik. Nee, 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 nee. Ja, dus toen dacht ik van wat nou als ik tegen Myron zeg, motoren komen hier heen. Hoi, hoi, yo. Yo, heb een dikke Yamaha, man. Goeie motoren, man. Was goed? Dat is goed. Lekker man, ja. Nice. Goeie motor. MT7. Let's go. Nou, rustig aan. Hoppa. Ja. Nou, dat was even een leuk praatje gemaakt. Even helemaal nice. Oké, dames en heren. We zijn bij de nieuwe woning. Het staat er nog, hè? Wow. Moet jij hem er misschien even uithalen? Zal ik eens proberen? Doe maar. Nou, wel echt een leuk attractie geworden. Oh, hij is zwaar, hè? Ja, hij is veel te zwaar voor jou. Oh, hij is te zwaar voor jou. Kom op, kom op, kom op. Harder, harder, harder. Kom op, kom op. Bijna, 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 bijna. Ja, 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 ja. Oh, er kwam beweging in. Er kwam beweging in. Lukt het niet? Nee, laat me zitten. Volgende keer, ja? Beter eten, denk ik. Denk het ook. Ja. Gaan we nu vertellen eigenlijk dat dit gewoon helemaal geen kelder is met een zwembad? Oh, dat is wel perfect. Dat zou echt ziek zijn. Hè? Het is wel een diep zwembad trouwens dan. Ja. Dat mag helemaal niet. Nee, dat mag niet. Maar het is wel een mooie bak, hè? En als het heel, 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 heel hard gaat regenen, dan misschien wordt het alsnog een beetje een soort van zwembad. Dat weet ik niet, maar het zou kunnen. Maar dan moet het wel echt heel, 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 heel hard gaan regenen. Zo, hé. Ik ga even kijken hoe dat van boven eruit ziet. Even met de mooie slippertjes even naar boven. Myron is ook zo gek als een deur. Wow. Ja, ik ga even kijken van hierboven, maar kijk nou joh. Ongelooflijk. Ja, zo zie je wel een beetje de constructie van een huis, hè. Wat er allemaal bij komt kijken en zo. Het is echt bizar. Nou goed, ze hebben dit dus allemaal erboven gemaakt vandaag. Zo, dan word je ook wel bruin als je hier de hele dag aan het werk bent trouwens. Zo in het zonnetje. Oké, we gaan eens eventjes hier naar binnen. Even koekeloeren.
Hallo. Hey, kijk eens wat ze hier hebben gedaan. Ook heel erg nice. Oh ja, die zit nu ook sneller. Was die... Die hebben ze dichtgemaakt. Ja, ze hebben leeggehaald en dichtgemaakt. Dichtgemaakt? Ja, dichtgemaakt, gewoon leeggehaald. Dat stond helemaal vol met spullen. Ja. Ik dacht dat dichtgemaakt. Dit stond allemaal vol nog met spullen, maar dat hebben ze allemaal eruit gehad. Waar zijn die spullen nu? Moet even vragen. Maar oké, goed. En dat is niet het enige. Ze hebben hier ook wel allemaal pijltjes gemaakt en rondjes gemaakt. En ik weet niet precies waar het voor is. Dit gaat omhoog. De waterleidingpijp. WLP. Echt? Ja, een combo. Waterleidingpijp combo. Hier moet hij omhoog komen. Oké. En dan gecombineerd. Ja, gecombineerd. Je moet met die gecombineerd. Of met deze gecombineerd. Ja, oh ja, dat. En daar is weer een aparte. En hier komt dus de ledslip van de kast. Dat staat er. Ja. Oh, interessant. Ik ben benieuwd of ze die spullen hebben neergelegd. Het is wel fijn dat ze dat hebben opgeruimd. Eigenlijk hadden wij dat misschien even niet. Ja, dat is wel een goeie. En hier, dit is een tekening, maar ik snap precies wat ze bedoelen hier. Jij? Nee. Nee? Nou, hier komt de deur. En dit is zeg maar de deur die open staat. Ja. Hier is de deurklink. Zo hebben ze dat getekend. En dat was eerst dit. Oh nee, toch niet. En toen deze. Precies. Ja, ik snap het. Dus dit gaat er straks nog uit. Juist. Super, hè? En dan kom je hier straks binnen en hier hang je jas op. Juist. Ja, dit wordt eigenlijk een soort van de voordeur-zijdeur-achtig. Goed, interessant. En wat hebben we hier nog meer allemaal? Want het is wel een beetje een leuke doolhof hier zo nu met al die palen. Misschien moeten we een beetje voorzichtig zijn hier ook. Hey. Zit iemand daar beneden? Zit iemand beneden? Hallo? Zie, zeg hallo terug. Hallo? Hallo? Ze hebben daar helemaal die ding gefreesd, zie je dat? Oh ja, dat zie je helemaal. Zie je dat aan de zijkant daar? Wauw. Dat is voor de led, voor de verlichting langs de trap. Frezen is wel echt een lijp woord eigenlijk. Yo, ik ga even naar de nieuwe woning, ik ga even frezen. Hé, dit is niet handig hè, in de bouw met slippers. Dit is niet handig. Die raakt mijn slipper kwijt. Goed, nou, ze hebben dit dus ook allemaal gemaakt. Dit soort voor de licht en de elektriciteit en zo. Allemaal buizen en dingen. Kijk hier, oh, dit zat er misschien al, dat weet ik niet. Of misschien, nee, dat hebben ze ook nieuw gemaakt. En kijk hier nu ook kijk, gecombineerd. Hier is ook een combi. Wow, dat zou best wel kunnen wat het betekent. Dat denk ik ook dat het gecombineerd betekent. En ze hebben heel veel gedaan met snoeren en alles. Kijk, deze pijp is ook nieuw, zie je? Ja. Ik ga nog even een foto maken van daar. Doe dat maar even. Want daar zou nog een gat komen voor onze was. Oh ja, klopt. Ja. Wow, kijk hoe dit eruit ziet, hè? Dat ziet er zo gek uit. Zie je dat? Kijk, er komt zo die buis, komt er zo mooi in. Dat is mooi, hè? Kijk. Ja, die valt er nu weer uit, maar dat komt er uiteindelijk in. Kijk, hieronder ook helemaal. Zie je? Ziet er echt vet uit, hoor. Zo, veel stopcontacten hier zo. Dan ben je helemaal zo... Met wat voor machine doen ze dat? Dat frezen. Ik weet dat helemaal niet. Vreesmachine. Ja, dit is gek, hè? Vind ik gewoon... zo fijn dat het nu één geheel is, zo. Ja, want wij wilden geen tussendeur hebben. Dus hiervoor had je een wand tussen, zeg maar. Dus had je gewoon een tussenruimte. Kwam je binnen en had je een kleine ruimte. En dan deed je de deur open en dan was je pas echt binnen, zeg maar. Ja, en nu kan je straks gewoon... Ja, nu doe je het open en is het echt meteen één grote ruimte. Dus dat is wel echt fijn. Ja, sick. Heel erg nice. Echt top. Oké, gaan we nog even naar boven? Yes. Gaan we daar nog even koekeloeren. Oh, hier zie je het ook allemaal. Wow, zo gek. Het ziet er zo smooth scherp uit, dit. Wow, dat voelt ook gewoon fijn. En hier komt ook nog iets, denk ik, die twee rondjes. Hier hebben we een indringer. Doe jij dit? Ah! 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 Gadverdamme! Wat goor. Waar moet ik het laten? Wat goor. Laten we hier eens eventjes kijken. Ja, hier hebben ze gepast hoe dat... komt met dat inbouwmateriaal. Wow, een paar gaten hier en daar. Dit bijvoorbeeld moet er dan in passen. Wat is dat? Til het zon? Voor de douche. Is dat zwaar? Denk het wel. Ja, weet je. Hey, die is ook gecombineerd. Ja, is ook een combo. Oké, nou, wow, hier ook weer. Kijk, dat hebben ze overal dus gedaan, dat frezen. Ja. Kijk, daar, het ziet er zo apart uit. Screen staat daar. Gek, hè? Ja, het ziet er, kijk dan, hier ook, oh, daar ook. Overal, dames en heren. Mooi om te zien dit. Heel erg mooi. Wauw! Goed. Hier ook, hè? Kijk, hier hebben ze al voor de kranen. Oh, ideaal voor de wasbak. Super fijn. Dus dat hebben ze overal gedaan, dat frezen. Dat komt echt overal weer terug. Kijk, hier ook. Deze kant. Ja, studio denk ik niks. Daar moet er nog schilder in. We hebben ook nog de zolder, hè? We kunnen ook gewoon even een trickje doen en over die balken gaan lopen. Nee, je bent gek. Doen we niet. Nee, je bent hier gestoord. Nee, maar kom eens hier. Nee, ik ga naar boven. Kom
ideeën. Nee, ik heb geen zin in jouw gekke ideeën. Ik ben een verstandige jongen. Het is hier een partijtje bloedheet. Het is echt heel erg heet hier. Niet onze slaapkamer. Je wist dat ik daar stond te wachten. Maar hier is niks gebeurd. Misschien wel iets, maar niet iets wat wij nu zien. Maar voor wat had je me nodig? Kijk hoe groot het dak er al straks wordt. Ja, dit wordt helemaal dakterras. Als je zo kijkt. Hey. Ach, joh. Is bizar. Een stuk. Dit wordt helemaal dakterras. Wow, dit is echt groot dit. Hey, niet normaal. Heel bizar. Echt heel bizar. En er komt daar in het midden nog een raam, hè? Ja, daar zo boven. Ja. Zodat je daglicht krijgt van boven daar. In de woonkamer, eetkamer-achtig. Heel erg nice. Echt leuk om elke keer zo vaak heen te komen als er echt veel gedaan wordt. En dan kunnen we ook elke keer foto's maken op de telefoon en zo. En dan kunnen we later before en after. Dat is echt wel bizar hoor. Wat er allemaal veranderd gaat worden eigenlijk als ik dat zo zie. We dachten even verbouwing. Maar het is wel echt een hele serieuze dit. Er wordt gewoon een heel nieuw huis gebouwd. Dat is echt absurd. Echt niet normaal, maar wel heel erg tof. Ik ben echt heel erg blij om deze vooruitgang weer te zien. En laten we hopen dat het met de tempo lekker vooruit gaat. Dat is wel echt keurig. Kijk eens. Zo, niet normaal. Echt niet normaal. En die piece, hè, ik vind het zo mooi. Die wordt elke keer weer door de bouwvakkers ergens anders neergezet. En nu heeft hij hier een mooie plek gekregen. Wil jij rijden? Wat doe je, schat? Wil jij rijden of ik? We moeten nog kleingeld hebben. Dat vraag ik helemaal niet. Nee, maar we moeten wel straks stoppen. Ja, maar wacht, laat me even testen. Yo. Schatje, ja, ga je het doen? Ga je het doen? Wat? Oh ja, ik hou hem bij je kont, ja? Dit? Ja. Oh, schat. Oh, die was echt hard. Dat is een beetje onaantrekkelijk dat je dat doet. Oh, ga je er nog één laten? Wees veel. Schatje. Kom. Oh, wat doe jij? Nee. Schatje. Ik wil maar. Je hebt iets tussen je tanden. Tandvlees. Nee. Je hebt kijk of die band wel echt leeg is. Jeetje! Jeetje! Nee joh! Ik zei het en ik dacht, hoezo zeg ik dat zo raar? Jeetje! Moet je de band nou kijken? Is die leeg? Jeetje! Ja, kijk al mijn duimen. Kom even dichterbij, schat. Kijk. Oh jeetje! Ja, dat is niet normaal nee, hoor. Dat is niet normaal. We gaan even snel. En dan moet ik achterom, want jij bent zwaarder. Dus dan, ik heb een klein gat graag, dan kunnen we voor de pomp. Ja, korter. Pomp! Wie gaat rijden? Die schatje. Dat vind ik raar. Jij of ik? Nee, steenpapier schaar dan. Ik heb al gewonnen vandaag voor jou met steenpapier schaar. Ja, op de motor. Steenpapier schaar? Je weet wat ik ga doen, hè? Mm-hmm. Ja, weet ik. Ja? Ja, dat weet ik. Weet je zeker? Ja, steenpapier schaar. Ah, ga jij maar rijden. Ik ga met alle liefde bij achterop. Hey, de tas zit er niet goed in. De scooter heeft nu een sliertje. Wow, weer een MT. Alweer een Yamaha MT. Dat is niet normaal, man. Stik ervan. 3, 2, 1. Ik spring gewoon mee achterop, hè. Alweer een MT. Kun je je zakken? Nee, niet daar. Nee, daar gaat hij vallen. Hé, hey, telefoon. Yo, je wordt ingehaald door een kentekenplaat die blauw is. Serieus, dit is geen grap. Deze scooter is elektrisch en die gaat 45. Maar je bent drukt op de rem heel hard. Die gaat 45 met z'n tweeën. En 50 km per uur in je eentje. Maar echt max. Dus dat houdt in. Rij is normaal. Maf Kees. Dus dat betekent dat wij gewoon serieus. Wij worden echt serieus vaak ingehaald door blauwe kentekenplaat. Kappen! We worden echt vaak ingehaald op blauwe kentekenplaten. Dat ziet er zo ongemakkelijk uit. Maar ja, je kan dit ding ook niet een beetje opvoeren met 10 of 20 km per uur harder. Want het is een elektrische en dat is allemaal niet handig geloof ik. Of kan niet ofzo, ik weet niet precies. Het is niet goed voor de batterij of iets in die richting. Wow. Zo, je bent lekker aan het rijden hoor. Hey. Hey. Dat is zo fijn, want het doet helemaal geen pijn dat zo op die helm. Gaan we hier naar beneden? We moeten hier naar beneden, hier! Nee! Rustig, Maiwen. Kijk, even een zandpaadje.
Oh, die staat ook zijn banden op de pop. Oh nee, die heeft geen band meer. Oh, die is gewoon een hele band kwijt. Oh, daar moeten we niet hard om lachen. Autopech, wordt opgehaald. Oh, dat meen je niet. Kijk dan. Het is gewoon twee banden kwijt. Moet je kijken, joh. Hier, missen allebei. Weet je nog hoeveel het was qua bar? Nee, weet ik niet meer. Nee, ik ook niet. Ik kijk op internet. 204 staat erbij. Staat jou dat bij? Ja, geheugen. Scooter bandspanning. Gemiddeld kun je voor een scooter als gemiddelde bandenspanning 2 tot 2,1 bar aanhouden voor de voorband. En voor de achterband is 2,4 tot 2,5 aan te raden. Dus je hebt gewoon dik vet gelijk. Muin is goed in onthouden. Oh ja, hier moeten muntjes in. Ja. Ja, 50 cent ja, 6 minuten. Jeetje, we zijn binnen 3 seconden klaar. Nou, dat weet ik niet hoor. Wil jij dat apparaat bedienen? Ja, is goed. Dan moet ik er wel langs gaan. Ja? Huh? Er staat nog dat je moet betalen. Maar ik heb net ingedaan. Oh, wacht. Oh, wat een vuil. Sorry. Wat is er? Sorry, spijt me. Minimale inworp 1 euro. En jij 50 cent. Terwijl 50 cent is 6... Oh nee, nee, 2 keer... Oh, nee, euro. Want die 50 cent is weer uitgekomen. Niet. Oh, apparaat wisselt niet. Nee, die zit er gewoon in. Ik ben helemaal in de war. Nou, ik ga even het ventieldopje zoeken. Dat is trouwens een heel... Ja, doet hij het nu? Ja. Dat is trouwens echt een heel goed galgje woord. Autobandventieldopje. Ja, hij staat goed. Als jullie nog meer goede galgjes, woordjes hebben, dan laat het weten in de reacties. Maar kijk, ik heb dit dingetje eraf gedraaid. Deze. En nu gaan we deze zo doen. Wacht, hoe doe ik dat? Autobandventieldopje. Zo. Gaat hij nu vol lopen? Weer een motor. Er zat maar 0,5 bar in. Nee, hoeveel zat erin? 0,5. Nee. Ja! Jeetje! 0,5? Nee! Dat is gewoon 1,9 te veel, joh. Te weinig. Huh? Bijna hoor, nog even wachten. Dat is 1,9 te weinig. Straks dan ploft hij nog. Error. Is goed. Error. Ja, R1. Doe dus... nog eens erop. Doe ze erop, hè? Hoezo hou je die slang ook zo vast? Oh, nu snap ik het. Anders gaat het terug. Hey, zullen we de voorbanden van deze oppompen? Ja, is goed. Oh, wacht. Doe ze nog eens erop. Hij zit erop. Volgens mij is hij gewoon lek. Hij is nu weer 1,9. Is hij lek? Ja, nu is hij goed. Stop. Is hij vol? Ja, 2,5 heb ik nagedaan. Ik zag 2,58 staan. Ja. Ja, 2,58. Kijk, dat deed hij zelf. Ik had hem op 2,5 gezet. Echt, kijk maar. Oh ja, ik zie het. En doen we nu voor de voorkant 2,2. Ja. Hier staat gewoon 1,9. En nu? Ja, nu al 3. Oh. 1,3. De achterkant is wel raar. Auw! Regenpijp in mijn hak. Dat is geen grap. Ik kreeg een regenpijp in mijn hak. Kijk, die is afgebroken. Een scherp brandje in mijn hak. Maar goed, hij is weer goed. Ben ik klaar voor. Ga ik weer rijden? Wil je dat? Wil je steenpierschaar doen? Ja, is goed. Steenpierschaar. Jij wist dat ik dat ging doen. Oh, nee. Dus dan mag ik rijden? Nee. Schatje. Ja, we vroeg gewoon of ik steenpierschaar had. Nee. Oh, was ik niet duidelijk genoeg? Je mag wel rijden. Moet je wel achterop zitten en dan rijden. Nee, dat mag niet. Oh. Van minister-president. Ben je klaar voor? We gaan hem inhalen. Oh, kom ik weer. Let's go! Weet je wat ik ooit nog een keer wil? Dat ik dit doe. En dat een andere scooter dat afmaakt. Ja, dat is leuk, hè? Dat zou echt legendarisch zijn. Dat vind je mooi, hè? Probeer nu dan. Oh. Nee? Nee. Ah, oh, kom op. Dat was zo leuk geweest. Ik zit bij Myron op schoot. Het is best wel fijn dit, met Myron op schoot. Ja. Je komt nu gewoon over dat windscherm. Ja, daarom heb ik de klep ook naar beneden. Alles in mijn zin. Zo, dames en heren. Daar lig ik dan lekker in bedje met mijn nieuwe haartjes. Helemaal fijn. Even wennen nog. Een paar keer zelfshampoo en dan zit het helemaal goed. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Hoop ik jullie genoten. Vergeet dat niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik ga een reflex-serietje kijken. Samen met Myron. Yo, Myron. En dan gaan we lekker chillen. En serie kijken. En that's it. Ik ga lekker slapen. Bedankt allemaal voor het kijken. Morgen weer een nieuwe dag. Zie ik jullie graag om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.